zeggen. We zijn echt direct serieus. Ik voelde iets tegen mijn voet aan. Echt wel, als ik goedemorgen zeg, dan weet je al. De dag gaat beginnen, ze gaan beginnen met vloggen. En jou, Hans, die is al heel druk bezig met een heel vies karweitje. Ik ben zo blij dat hij dat wil doen. Ik vind het zo. Oh, wat stinkt dit? Ja, ja. Wow, 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 wow. Nee, hij is niet aan het poepen. Heel vies karweitje, ik ben blij dat hij het wil. Hij is de verwarming aan het loskoppelen, want we willen heel graag de verwarming. Het is zo'n klein badkamertje, je hebt er echt geen verwarming nodig. Dus die willen we eruit halen. Maar dan moet natuurlijk al het water eruit en dat stinkt echt heel erg. Het is echt rioolwater. Ja, het is echt rioolwater. Eeuw, wat stinkt dit. Ja, als je dit. Bedenkt, die leidingen zijn, weet ik het wanneer aangelegd, hoe lang zit dat al in die leidingen? Eeuw, dat is zo vies. Maar hij gaat dus, die leiding moet er wel blijven, maar dan gaat hij dat allemaal afkoppelen en deze gaat eraf. Ja, precies. Ik vind het jammer dat niet al die leidingen weg kunnen. Maar ja, hè, het is zoals het is. Normaal zitten die er ook, maar dan zitten die gewoon mooi weggewerkt in de muur. En dat is in een hele oude huis niet. Maar goed, ik ben blij dat die verwarming weggaat. Ze zitten nooit weggewerkt in de muur, Sifra, want dat kan niet, want ze zetten uit. En ze krimpen weer. Maar ze zitten vaak in, zeg maar, als je een goed huis hebt, dan zitten ze precies zo aangelegd. Dat je nauwelijks ziet, zo achter de gordijnen en zo, weet je, op dat. Nee, ze zitten ook weggewerkt in de. Nooit weggewerkt in de muur. Nee, korte stukjes maar. Ah, dat dacht ik, dat het ook in meeste, het ingeschreven. Maar bij mijn ouders, ouders in de woonkamer liggen ze toch ook niet? Jawel, achter het gordijn zitten ze. Oh. Want jouw ouders hebben aan één kant cv en daar zit hij achter het gordijn. Oké, okay, ze kunnen dus niet helemaal weg. Wacht, ik heb er dan aan. Ze kunnen dus niet helemaal weg, maar vaak zitten ze dan netjes achter het gordijn weggewerkt. Okay. Zo gaan we er altijd. Blijf jij hier? You're sure? Oké. Okay. You're sure? En ik ben hier bezig. Ik ben even. Ik had de bruiloft van mijn vriendinnetje. Had ik meer clips gefilmd dan die er in de vlog zaten. Dus die ben ik allemaal achter elkaar aan het zetten. En die ga ik naar haar sturen als cadeautje nog. Sif, moet je al plassen? Nee. En een beetje, ik voel het wel echt een beetje. Ik dacht net van ik moet zelf naar de wc. En nu denk ik pas, ongemerkt, ik hoorde altijd een straal. Ja. Want ik moet wel een beetje. Ik denk dat het daar dan komt. Moet jij ook? Ja, ik word echt heel geïrriteerd van omdat het is niet een volle kraan zoals volle straal van een kraan ofzo. Maar het is echt top, 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 top. Ik voel nu, met terug bij een kraan, die zei, moet jij wel naar de wc? Ik dacht, nee. Toen dacht ik een keer, jawel, ik moet wel naar de wc. Ik voel het ook echt. Dit doe ik altijd in een vliegtuig en zo. Ja, gewoon denk aan water. Nee, dat doe ik ook echt de kraan aan. Oh ja. Sifra die heeft moeite met plassen in het vliegtuig. Kunnen jullie plassen in het vliegtuig? Sorry, mocht ik dat niet vertellen? Lag je op ons te wachten? Charlie. Are you coming back? Charlie, lag je op ons te wachten? Please. Please come back upstairs. Please. Liefie toch. Ik kan crispen het. Oh. Hey schatje, hij was echt diep aan het slapen, ik zie het in je oogjes. Hey kom, we gaan lunchen, kom. We gaan jou lunchen, kom maar. Just a normal day in Huizenmulder. Wat doe jij in de vensterbank? Heb je dat bij mijn ouders geleerd? Mijn moeder die stuurde een foto dat hij in de vensterbank bij Enz zat. Nou, je gaat het hier nu ook al doen. Volgens mij heb jij hem erin getild. En volgens mij ga jij ook de vensterbank nu schoonmaken, want dit staat helemaal vol haren. Weet je wel, het is altijd als ik hem optil, dan gaat hij blaffen naar dingen buiten. Dus ik dacht, als hij leert zeg maar, gewoon in de vensterbank een beetje te zitten en te liggen, dan ziet hij alles wat buiten gebeurt. Dan raakt hij wel meer gesocialiseerd met auto's, mensen, alles.
En toen dacht ik, wat handig, nu leert Hans dus wat vaker om de vensterbank schoon te maken. Ja, wat ik zeg, Justin had het deed in huis in Mulder. Oh, we hebben echt net de meest lekkere pannenkoeken op. Die we niet hebben gevlogd. We zaten echt uit de buik op de bank. Oh, ze hebben vergeten te vloggen van die pannenkoeken. Nou, nog weg. Oh, het was lekker. Ik heb al deze in de pannenkoeken. En ik zei tegen Hans, als jullie vanavond pannenkoeken eten, dan moet je al binnen mijn punten van Weight Watchers passen. En kijk dan, wacht even, ik heb een foto. Het zijn dus Weight Watchers Proof Pancakes. En ze zijn echt heel lekker. Ja, ze zien er nu niet. Ja. Jawel. Ze vullen ook ontzettend, want ik zit echt bomvol. Echt. Maar we zitten zo vol dat we denken we moeten een toetje wat heel luchtig is. En we gaan dus lekker een chocoladetoetje laten opschrijven in de koelkast. Ook Weight Watchers Proof. Maar om dan er toch voor te zorgen dat ik een beetje aankom en Sifra een beetje afvalt, heb ik nog een soort pre-toetje. En dat is dit, je ziet de Weight Watchers boekjes hier liggen. Dit Vla, hoe zeg je dat? Vla Flip. Ik moet je vertellen dat hij echt super overdaad was. Ja, ik wist dat hij bijna overdaad was. Ik zei tegen Sifra, we aten gisteren ook al dit toetje, dat Weight Watchers toetje. Ik zeg, Sif, dat kan niet, want die vla moet op, want anders gaat hij schimmelen. Vandaag weer zegt Sif, maar ik heb eigenlijk weer zo'n zin in dat toetje. Dus ik kijk, blijkt dat ze allebei al acht, de ene is acht en de ander 9 dagen over datum. Dat is een chocoladeblank ding. Ik dacht, shit, ja, en ze zijn al open, dus ja, ze zullen we moeten weggooien. Maar ik heb het in het schaaltje gedaan, maar het ziet er prima uit. En geproefd. En geproefd. En hij bleef 5 minuten lang gewoon staan. Wat, hij bleef 5 minuten lang? Jij. Ik wil niet om, helemaal niks. Nee, precies, we hebben even gewacht, dat wel inderdaad. En kijk, er gebeurt er niks. Maar die is dus nog goed, dus dat eet ik eerst en dan eten we een chocoladetutje. Maar het is ook goed, hè? Moet een beetje aankomen. Sifra wil Hans dik hebben. Het is echt bizar hoe lekker we eten. Ja. Ben je lekker aan het lepelen. Ja. Het is echt bizar hoe lekker we eten, maar echt, dit was die pannenkoeken, echt waar. Ik zat aan 4 pannenkoeken, bomvol. Jij zat 8 op, hè? Ja, zo. Ik zit ook wel, ik merk een beetje dat het zwaar ligt in de maag. Ga ik even lekker vla. Je hebt 8 lekker, op, hè? Lekker een beetje smeren, de darmen smeren met vla. Oh, en weer heel schattig, wacht, mag ik dat over vertellen? Mijn moeder die kwam langs, helemaal in de regen, want het echt de hele dag echt super hard aan het regenen. En mijn moeder die kwam langs, helemaal beregend, met een capuchon in zo op. Ik zat hier capuchon op. En toen had ik net 2 warme pannenkoeken voor haar in folie gedaan en die heeft ze meegenomen naar huis. Zo schattig. Wat vind je dan schattig, jezelf of je moeder? Mijn moeder, dat die dan die pannenkoeken helemaal beregend en dat ze dan heel blij is met die warme pannenkoeken. Ja, nou, Sifra lepel maar je pakje uit. En ik ben hier, ik was hier totdat het ging storten, was ik de buizen aan het schuren voor de verwarming boven. Want we dachten, het is toch misschien wel mooi als je weer, dat je echt metaalkleur krijgt, maar mocht dat dan toch te industrieel worden, dan is het wel goed dat het even allemaal geschuurd wordt voordat het weer opnieuw geverfd wordt. Want ik heb alle kleuren van de afgelopen 20 jaar die dit huis dus heeft gehad. Ik heb echt groen, rood, echt? Wit, crème, toen weer wit gezien. Die laatste wit. Die zoveel kleuren gezien. Echt zoveel kleuren. En dat zaten ook met behangen en zo, die kleuren. Ja, echt heel veel verschillende dingen door elkaar heen. Ja, ook rood inderdaad, zag je overal terug. Ja, als je ook op de verwarmingsbuizen gezeten. Ja, zat dus ook op de verwarmingsbuizen. Maar nu zijn we alles eraf aan het schuren en dat lijkt een verschrikkelijk karwei en dat is het nog steeds wel. Maar ik heb een verfbrander van mijn vader geleend en dan gaat het echt heel snel, want je gaat er een paar keer overheen en dan begint het helemaal te bubbelen en dan schraap je het er zo vanaf. En dan de restjes die achterblijven, die schuur je er gewoon vanaf. Alleen toen ging het echt keihard regelen. Maar ik ben dus benieuwd, ik weet nog niet zo goed hoe ik dit moet opruimen, want dat is dus, het komt allemaal van die verfbrander af. Dat zijn dus restjes, gewoon verfschilvers. Maar ik las dus dat slecht is voor het milieu, dat dus echt chemisch afval is, dus ik wil het eigenlijk gaan opzuigen. Maar weet je niet, als het waterverf is... Ja, maar dit is denk ik allemaal lak. Dus het is allemaal terpentine waarschijnlijk. Waterverf kan ook niet in de badkamer trouwens. Nee, dat dacht ik wel, het gaat schimmelen. Maar ging het ook schimmelen? Nee, terpentineverf kan ook schimmelen, maar waterverf dat loopt uit in de badkamer. Oh ja, oké. Goed, anyhow, ik wil het dus gaan opzuigen, want ik dacht al die schilfertjes, dat is makkelijk, want bij elkaar bezig, maar dan komt het weer in het water terecht. En dan drinkt Charlie er weer van, dan komt het weer in het grondwater terecht. Maar nu is het dus helemaal verregend, dus ik denk, shit, hoe moet ik nou opruimen? Maar ik denk dat ik wacht tot het morgen weer droog is en dan opzuig. Ik denk dat dat het is. Goed, genoeg geklet. Die toetjes gaan opstijven in de koelkast. Dit toetje gaat opgegeten worden. En dit toetje gaat samen met mij op de bank zitten. Nou, in plaats van 12 uur is het 2:30 geworden. We're getting closer. Maar, we hebben wel resultaat geboekt. Kijk, het staat er weer vol. Ja, dat is waar. Sifra heeft